De vrachtwagenchauffeur, die op maandagavond een vrouw uit Dordrecht aanreed en doorreed, heeft zich gemeld bij de politie. De 77-jarige vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Het ongeluk gebeurde bij een tankstation langs de A16. De chauffeur is een 47-jarige man uit Voorburg. Hij en zijn 39-jarige bijrijder hebben verklaard helemaal niets van de aanrijding gemerkt te hebben en te zijn doorgereden naar Frankrijk om een lading af te leveren. Het storten van onverpakt asbesthoudend afval op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht is volgens de regels gegaan. Ook is er altijd toezicht op gehouden. Dat schrijft de provincie Zuid-Holland in de reactie op brieven van de gemeente Dordrecht en Sliedrecht. Het provinciebestuur zegt dat er 650 keer gecontroleerd is en metingen altijd uitwezen dat er geen gezondheidsrisico's voor de omgeving zijn. De stortplaats gaat volgend jaar dicht. De strippenkaart is vanaf 19 mei niet meer te gebruiken in Zuid-Holland. De kaart zou al in februari worden afgeschaft. Maar de Tweede Kamer wilde eerst een onderzoek naar de fraudegevoeligheid van de OV-chipkaart. Inmiddels heeft dat onderzoek plaatsgevonden en ziet de minister geen reden om het afschaffen van de strippenkaart in Zuid-Holland langer uit te stellen. Vrijdag is het opnieuw zonnig en zeer warm. Temperaturen 25, misschien lokaal wel 26 graden zelfs. In de middag ontstaan er meer stapelwolken en bestaat er een hele kleine kans op een onweersbui.